Ik ben hier bij de persconferentie van IDIN. Die is vandaag geïntroduceerd, het journaal RTL. Je zult het allemaal vanavond wel zien. Maar IDIN is eigenlijk een methode gebaseerd op Ideal betalingen, waarmee je kunt identificeren bij allerlei websites. Overal waar je digitaal moet identificeren, kun je met je calculator, met je tandcodes, op alle mogelijke manieren bij die de banken hebben, kun jij je identificeren. En dat gaat nu gebruikt worden voor legitimatie. Hey, wie ben ik? Wat voor adres woon ik? Wat voor leeftijd heb ik? En gewoon een logootje, net zoals Facebook login of een Google login of een Twitter login. Maar dan van de banken met een gegarandeerde identiteit. Want die hebben de banken moeten vaststellen. Ik ga in dit filmpje even laten zien van wie het begonnen is, de vereniging. Ik ga de directeur van de betalingsvereniging even interviewen. Dan ga ik met de vice president daarvan ga ik praten over wie het allemaal kan gebruiken. En daarna krijg je een demo en een verhaal hoe eigenlijk IDIN tot stand gekomen is. En hoe dat ze dat in 2015 zijn begonnen en 2016 een test hebben gedaan. En nu november het al live gaan gooien. Dus dit is echt een belangrijke stap voor identificatie in Nederland. Ik bedoel, dat hadden we eigenlijk al 20 jaar geleden nodig. En in Estonië hebben ze het al gewoon een jaar of 6, 7. Maar wij krijgen het nu ook in Nederland een makkelijke manier om je te identificeren. Piet Mallekoot is van de voorzitter van de betalingsvereniging. En Piet, wat is nou eigenlijk IDIN? IDIN is de identificatie- en inlogdienst die de banken gezamenlijk met de betalingsvereniging hebben ontwikkeld. Oké, dus internet is eigenlijk, je weet nooit wie je bent op internet, maar sinds vandaag is er een makkelijke methode om op een gegeven moment te bewijzen wie je bent. Wat voor dingen heb ik daarvoor nodig om te bewijzen wie ik ben op internet? Nou ja, de werkwijze is precies zoals je dat doet met Ideal. Als je het IDIN-logo ziet, dan klik je daarop en dan gaat het eigenlijk verder op de manier waarop je dat met Ideal gewend bent. Dan kies je bank en dan kan je vervolgens aangeven welke gegevens je wilt delen met de partij aan de andere kant. De webshop, eigenaar of de overheidsinstelling. En dat, ja, dus je naam, je adres, je leeftijd. Precies. En je beslist zelf wat je doorstuurt. Okay. Waarom, wanneer hebben jullie besloten dat jullie dat als banken willen gaan aanbieden? Dat is ongeveer een jaar geleden. En daar heeft ook zeker gespeeld de vraag vanuit de markt, vanuit de thuiswinkelbranche. En banken vinden dit ook een hele logische stap in het verlenen van toegevoegde waarde. Ja, snap ik. Er zijn dus nu drie systemen. Je hebt DigiD van de Rijksoverheid. Hè? Dat is vooral voor de overheden zelf. Je hebt DigiD, je hebt Identis en IDIN. En de consument moet kunnen kiezen. DigiD is met name voor het overheidsdomein. En IDIN is ontwikkeld voor de klanten van banken. Dus de overheid kan ook IDIN in het overheidsdomein gebruiken. Ja, maar ik kan nu naar de Belastingdienst gaan. En dan kan ik ook met IDIN gewoon in plaats van DigiD kan ik inloggen. Ja, dat is een tijd mogelijk geweest. En dat blijft de Belastingdienst doen. Ja. Oké, dus dan hoef ik niet meer gewoon al die username passwords van DigiD, zeg maar, te onthouden. Dat is zo, ja. Maar DigiD blijft natuurlijk ook een belangrijk inlogmiddel voor de overheid. Ja. En jij bent dus de betaalvereniging, zeg maar. En jullie zijn de overlegorgaan tussen al die banken. Hoe zit dat in elkaar? Wie zijn daarbij aangesloten? Nou, er zijn meer dan 50 leden aangesloten. Ook niet alleen banken, maar ook betaalinstellingen, waaronder fintechbedrijven. Dit is ontwikkeld door 7 consumentenbanken en die brengen het nu live. Maar andere partijen kunnen absoluut aansluiten. Ja. Ik ga eens even laten zien hoe het nou eigenlijk werkt en dan ga ik nog iets meer vertellen over de achtergrond. Oké, Gijs Boudewijn is de VP van de betalingsvereniging. En ik heb even gevraagd, wie kan nou eigenlijk IDIN gebruiken? Waar kan de consument nou IDIN tegenkomen? Nou, in principe in alle situaties in een online omgeving. Dat kunnen overheidsinstellingen zijn, dat kunnen webshops zijn. Dat kunnen de mijnomgevingen, bijvoorbeeld van een nutsbedrijf of van een zorgverzekeraar zijn. Iedereen die dat wil, die kan dat aanbieden. Ja. En wat bepaalt nou of ze dat nou eigenlijk gaan doen? Van, is dat een geldkwestie, een technische kwestie of een acceptatiekwestie? Ik denk een mix van alles. Het is maar wat die acceptant wil. Als die een veilige inlogmethode wil, dat die zeker weet dat de klant is wie die is, dan zou ik kiezen voor IDIN. Als je zegt van, nou weet je, het maakt me niet zo heel veel uit. Ja, dan Facebook of Google. Ja, dat kan, zou ik goed genoeg kunnen zijn. Dat is een afweging die de acceptant moet maken. Okay, maar voor de prijs van 1 transactie, zeg maar, ongeveer vergelijkbaar met een IDIN, met een Ideal-achtige transactie, weet ik dus gegarandeerd wat de naam en het adres en eventueel de leeftijd van de persoon aan de andere kant van de pagina is. Ja, dat klopt. En dat komt omdat de banken de klanten geïdentificeerd hebben aan de hand van hun paspoort. Ja. En als ik dat 1 keer heb gedaan, die informatie heb gehad, kan ik er ook gewoon nog normaal mee inloggen? Dat klopt. Je hoeft niet per se iedere keer al die informatie mee te geven. Ja. Dus het is heel belangrijk om de eerste keer de klant te leren kennen en te weten wie het is. Denk je dat in de IDIN dan ook iets gaat worden waar mensen gewoon dagelijks mee inloggen? Nou, ik hoop van wel, natuurlijk. Ja. Maar dan moet het goedkoop genoeg zijn. Dan moet het, ja, natuurlijk. Dat is wat de markt. Jullie zijn banken en producten die banken doen, die zijn veilig en secure met heel veel dingen eromheen. Dat zijn normaal niet de allergoedkoopste diensten. Nee, maar alle waar is naar zijn geld en de markt zal uitwijzen wat de markt kan dragen.
Okay. Waar kan ik nu heen, zeg maar, met mijn IDIN? Want jullie zijn nu nog een beetje in test eigenlijk. Wat kan ik nu gewoon leuk gebruiken? Zorgverzekeraars, OMVZ, je hebt Florius, hypotheken, je hebt Youfone. Ook de Belastingdienst kun je nog steeds terecht voor je aangifte. Dat zijn zomaar wat partijen. Oké. Nou, we gaan eens kijken hoe snel dat zich uitbreidt. Allard Keuter stond aan het begin van IDIN, daar gaan we zo meteen over praten, maar hij gaat eerst eventjes een demo geven. Goed, hier hebben we even een voorbeeld. Gisteren was het congres van de betaalvereniging. We willen weten wie die mensen zijn. En dan staat er gewoon bij de pagina wie bent u. En dan kunt u gewoon identificeren. Nou, dan kiezen we even de bank en dan gaan we voor de grap eens even kijken naar ING Bank. Nou, en dan gaan we naar identificatie. En dan kom je in hetzelfde scherm terecht als op een gegeven moment bij iDEAL. Dan kiezen we even ING. En dan kun je daarmee identificeren. En dan kom je in het hele bekende schermpje, waar we nu even kijken naar de username en paswoord. En de ING werkt met tandcodes die op de telefoon dan tevoorschijn komen. Dus dan kijken we even op de telefoon. En daar hebben we de tandcode 433624 en die typen we dan hier in. Oké. En achter de schermen wordt nu de naam doorgegeven, het adres, eventueel de leeftijd of andere informatie die er op een gegeven moment aankomt. Dus wij weten nu zeker dat de heer Keuter naar het congres komt. Zo, Allard, dit was een demo van iDIN, dus ik kan eigenlijk gewoon inloggen en ik kan mijn gegevens doorgeven, naam, adres en op dit ogenblik leeftijd, hè? Ja, dat klopt. En met de marktintroductie gaan we er ook e-mailadres en telefoonnummer toevoegen, want daar was veel behoefte aan. Ja, en ik kan gewoon aanvinken wat ik wel wil, wat ik niet wil. Je kan inderdaad straks dingen aan- en uitvinken, ja. Okay. Dus dit is heel erg handig voor allerlei e-commerce partijen, maar gewoon overal waar ik me eigenlijk moet identificeren, waar ik gewoon voor de eerste keer contact heb, is dit gewoon handig. Want dan weet je daarna eigenlijk met de zekerheid wat banken weten over mij, weten dus een webshop of een verzekeraar wie ik ben. Ja, precies. Zo werkt dat inderdaad. En ik denk dat niet alleen voor webshops, maar vooral veel mijn omgevingen, belastingdienst, dat soort partijen, dat dit heel interessant is. Want ja, die hebben natuurlijk zeker behoefte aan een betrouwbare vaststelling van jouw identiteit. Ja. Nou, even over, dit is dus IDIN. En daar zit eigenlijk hetzelfde soort techniek in achter iDEAL, zeg maar, betalingen. En wat is nou het verschil en waarom hebben we het niet eigenlijk onder iDEAL gedaan? Waarom is het een apart logo? Eigenlijk is dat vooral omdat iDEAL het bekendste betaalproduct van Nederland is online. En IDIN is nadrukkelijk niet betalen. Er wordt geen betaalrelatie aangegaan. Het heeft daar helemaal niets mee te maken eigenlijk. Het is vooral jezelf bekendmaken online. Ja. En ja, om dat goed van elkaar te scheiden hebben we dus gezegd, nou weet je, misschien hergebruiken we de techniek. Maar we moeten echt een ander logo hebben en een andere kleur en een heel andere duidelijke propositie. Ja. Nou, even de stappen. Ik als consument is simpel. Ik zie gewoon een logotje IDIN. Ik klik erop en ik ga met mijn calculator of met mijn tandcodes en zo aan het werk. En die persoon weet het hoe het is. Nu ben ik een acceptant, zeg maar. Hè. Dus ja. Ik ben Coolblue. Van, hoe werkt dat? Ik wil dit implementeren. Dan werkt het eigenlijk hetzelfde als iDEAL. Dus je hebt een contract met je bank of je service provider of wie dan ook. Ja. Je integreert de software of je koopt een module bij een softwarehuis die dit al voor jou geïntegreerd heeft. Ja. Of je koopt een dienst in van een integrator die dat aanbiedt. Ja, maar eigenlijk degene die ook de iDEAL diensten doen, die kunnen eigenlijk gewoon met één druk op de knop dit soort diensten erbij aanbieden. Die hebben eigenlijk inderdaad een voorsprong, dat klopt. Omdat ze die techniek al kennen, omdat ze iDEAL al supporten, weten ze heel goed hoe dit werkt. Oké, dus ik heb een stukje software integratie, dat is één ding. Dat kan ik zelf doen of dat kan een partij doen. En ik heb een contract met de bank. Naast dat ik dus iDEAL transacties inkoop, koop ik dan nu ook IDIN transacties in. Ja. Inderdaad, en het mooie is, met één contract bedien je eigenlijk alle consumentbanken. Dus je hebt niet met elke bank een contract aan te gaan, maar één contract, dan bedien je alles. Ik ga naar de Rabobank toe, maar ik kan dan mijn betalingen, die kunnen dan van ABN AMRO, van SNS Bank, van KNAP Bank, kunnen die afkomen. Precies, zo werkt het, ja. En ook de identificatiemiddelen, dus ik betaal één keer. Nou, dat is natuurlijk de grote vraag van, wat zou dat nou gaan kosten? In de kostprijs, als je die nou vergelijkt, IDIN vergeleken met iDEAL, is dat hetzelfde orde van grootte? Ik zou het werkelijk niet kunnen zeggen. Daar gaan we er geen uitspraak over doen. Dus je hebt ook geen idee wat de kosten van een login gaan worden? Nee, het is maar heel... Kijk, wat banken hiervoor hergebruiken is een stuk infrastructuur. Maar ook de oorspronkelijke identificatie en de identifiers en zo die je gebruikt. Dat zijn hele kostbare dingen voor de bank om zelf te hebben. Die hebben ze natuurlijk al, dus ze hoeven geen nieuwe uit te geven.
Maar ja, welk deel daarvan in de kosten terecht? En wat ze commercieel gaan doen versus de kostprijsberekening. Nou, ik heb in ieder geval al banken gevraagd tot nu toe. En iedereen mompelt iets over dezelfde kosten als een ideal betaling. En dat de markt het maar moet uitzoeken. Dus ze hebben eigenlijk nog tomelijk nog even geen idee. Het is live. Maar de beprijzing voor de acceptant die is nog helemaal niet duidelijk. Wanneer, kun je nog herinneren, want je hebt ooit eens een keer dit plan zeg maar verzonnen. In welk jaar was dat? Dat was in 2014. Dus al best wel weer even geleden. En dan duurt het even voordat je op stoom komt en dat de banken daar echt op Toen kwam eigenlijk dat hele Idensis. Toen was eigenlijk Nederland van overtuigd dat er een identificatie moest komen. En toen was Den Haag bezig en zo met allemaal verenigingen. Ja. En toen hebben jullie gezegd, oké, wij gaan iets doen. Maar op eerst gingen jullie niet eerst meedoen? Dat was het eerste voorstel was van laten we meedoen. En het grappige was, in de bespreking van het voorstel kwamen we er al heel snel achter dat banken en overheid eigenlijk al heel lang over dit onderwerp praten. En ik ben eens in de historie gedoken. En ik kom het eerste kern van het idee kom ik al tegen in 1996. Toen hadden we het ook al nodig, gewoon een goede legitimatie op het internet. Inderdaad, ja. Precies. Ja. Zo oud is het dus al. Zo lang is het er weer. En wanneer hebben jullie eigenlijk besloten dat jullie zelf dat IDIN-achtige constructie gebaseerd op Ideal in de markt gingen zetten? Dat is ja, natuurlijk een beetje een geleidelijk proces geweest, omdat je in die verkenning daarachter komt van wat is nou de handigste manier om dit aan te bieden en ook de goedkoopste manier. Want ja. Het probleem is een beetje dat als wij dingen hergebruiken, zoals de identificatiemiddelen, maar zoals ook de Ideal-infrastructuur, dan sluit je daarmee eigenlijk uit, min of meer, dat je meedoet op zo'n Idensis-initiatief. Ja. Want die hadden gewoon een ander uitgangspunt, die baseerde zich op erkenning. Ja. En dat is een andere techniek. Ja, dus je hebt op een gegeven moment, dat is ergens in 2015 gebeurd. Dat is in 2015 geweest, ja, dat klopt. Ja. En wanneer ben je gaan testen en zeg maar afspraken gemaakt? Nou, in de loop van 2015 hebben we afspraken gemaakt, maar hebben de banken ook al, laten we zeggen, de benodigde aanpassingen gedaan. Zodat we in maart van dit jaar konden starten met een pilot. En in maart van dit jaar was de eerste die aanhaakte, was de Belastingdienst. En daarna zijn nog enkele anderen gevolgd. De laatste, denk ik, is... Ik denk aangetekend.nl of OMVZ, dat weet ik niet meer precies. En in die periode tot nu, zeg maar, hebben we ongeveer 13.000 inlogtransacties gedaan met elkaar. Hoeveel consumenten? Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Hè. We tellen alleen al transacties en niet op consumenten, maar we schatten dat ongeveer 4.000 zijn. Okay. Maar echt, als je dan in maart begint en dan in... Zeg maar in november en dan in november het al introduceert. Dat is eigenlijk gewoon in bankenwereld is dat toch gewoon onvoorstelbaar snel. Ja, dat is. We hebben projecten die langer duren. En deze ging inderdaad heel snel. En wat je hier eigenlijk terugziet, of wat het is eigenlijk het gevolg van ja, een versnelling in werkwijze. En dat ook banken nu met methodes als Agile, Scrum, weet ik het wat werken. Dat reflecteert zich gewoon in meer snelheid voor marktintroductie. Ja, dus A, gebruik je gewoon bestaande infrastructuur. Maar B, ja. Werken banken nu tegenwoordig sneller met het implementeren van nieuwe dingen? Steeds sneller, ja. Steeds. Okay. Nu kunnen mensen natuurlijk de banken, daar kun je die transacties gaan inkopen in IDIM. Maar er zijn ook andere partijen die dit kunnen gaan verkopen. Hè, die dan zelf weer contracten maken met allerlei andere banken. Wat voor een soort toeleveranciers kunnen het echt makkelijk voor mij maken? Nou, dat zijn met name partijen die bijvoorbeeld nu ook al in Ideal actief zijn. Dus in Ideal zijn heel veel integrators of CPSP's noemen we die dan. Actief. Eén telefoontje, je bent klaar. Precies. Dus CM is een voorbeeld die ook in de pilot nu al CM uit Breda. CM met Breda, ja. Die doen miljarden transacties en die kent eigenlijk Nederland bijna niemand. Behalve als je in Breda woont. Ja. Inderdaad. Maar een andere die misschien voor veel mensen wat bekender is Surfnet. Surfnet doet veel voor het onderwijs. Ja. Is een stichting of vereniging, dat ben ik altijd een beetje kwijt. Maar... En ja, die hebben eigenlijk ook nu IDIN geïntegreerd in wat ze in hun inlogmethodes zitten. Dus dat is ideaal. Dat zijn miljoen, dat zit meer dan een miljoen mensen die op HBO en universitair onderwijs zitten. Ja. Oké. Okay. Nou, het is een leuk project. Is het de snelheid, heeft je verrast? Of had je gedacht dat het wel zo makkelijk zou gaan? Nee, ik had niet gedacht dat het zo makkelijk zou gaan. Vorige projecten duurden denk ik 2 keer zo lang. Dus die versnelling was ook wel heel fijn om te merken. Maar dat zie je ook dat het belang van vertrouwen op internet, weet je, dat is voor iedereen zo evident. Ja, maar het is 2016, weet je wel. Het is 25 jaar geleden dat internet hier in Nederland een beetje op enige schaal komt. Waarom heeft het in godsnaam zo lang geduurd? Goeie vraag, ja. Oké, dan kan ik jou niet meer lastigvallen. Goed, dankjewel. Ga het allemaal eens even proberen. Je gaat naar www.idin.nl en daar kun je zien welke partijen meedoen. Ook al ben je geen lid van die partij, kun je gewoon ook een IDIN-transactie doen. Dan kun je zien waar het naartoe gaat en hopelijk binnenkort op allerlei nuttige plaatsen. Dit was de IDIN-persconferentie.